Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Ja Tom, de wedstrijd Dato Excelsior 31 is afgelopen. 0-1 overwinning. Allereerst gefeliciteerd met de overwinning. Wat vond jij van de wedstrijd? Ik vond slordig van beide kanten. Ik denk wat moeite met het veld ook. Het was zwaar veld, glad. Ik zag ook wel dat een paar van ons uitgeleden en van hun. Qua kansen ging het wel redelijk gelijk op. Niet echt grote kansen gehad. Tweede helft waren wij de bovenliggende partij, denk ik. Had al wat kansen gehad. Misschien 1 of 2 panels mogen hebben. Maar die worden niet gegeven. En 1-0 winst, ik denk prima resultaat. Ja, dat is een goede overwinning. Even terugkomend op de eerste helft. Er ging ook heel veel fout met passes en controle van de bal. Lag dat alleen aan het veld? Ja, misschien je concentratie, maar ik denk ook wel grotendeels aan het veld. Ja, het was een zwaar veld. Ik zag ook wel veel spelers uitglijden, dus ik denk ook wel aan het veld. Ja. En toch kon je weinig merken dat het een derby was? Of had jij een ander gevoel? Voor mij was het een heel ander gevoel. Dit is mijn oude clubje. Voor mij was het wel echt een derby. Mooi om nog even in te vallen. Ja. Wat was de reden dat jij bent ingevallen en niet in de basis gestart? Ik kom terug van een blessure. Ik heb vorige week voor het eerst weer een uurtje gespeeld bij tweede. Ook tegen Dato. Nu gewoon weer een stijgende lijn. En hopen dat ik 90 minuten weer kan maken zo snel mogelijk. Ja, dan kom je erin. En de linksback staat Simon Bijzooi. En je komt in plaats van Cem Keuze, die helemaal niet in de wedstrijd staat. Maar linksbuiten kan je ook wel. Ja, het is wel lang geleden dat ik er heb gespeeld. Maar als ik even wen, dan wil dat ook wel, ja. Ja. Maar je gaat wel weer voor de basisplaats linksback? Ja, sowieso een basisplaats, maar niet uit welke positie. Maar als linksback vrijkomt, dan pak ik die. Dan pak ik die kans gewoon. Maar Simon doet ook gewoon goed, dat moet ik ook gewoon eerlijk zeggen. En een reactie naar aanleiding van de blessure. Je zegt net dat je terugkomt van de blessure. Heb je nog een reactie gekregen na de wedstrijd? Nee, vorige week ook niet na een uur spelen. Ik heb nu ook nog geen reactie, dus het gaat goed. Wat vond je trouwens van het doelpunt van Hielke? Ja, het is echt weer een Hielke doelpunt. Hè. Dat was een ingooi van Mirko, die wordt doorgekopt door Boy. Goed doorgekopt en hij staat weer op de goede plek. En het is 1-0. Ja, dat is onvoorstelbaar, want je ziet hem eigenlijk de hele wedstrijd niet en dan is hij er eens. Hè? Dat is precies Hielke. Dit hele seizoen gebeurt hem dat al. Ja, het pakt goed uit. Ja, ja gelukkig maar. Want hij heeft inmiddels 9 doelpunten gemaakt. Volgens mij staat hij nog bovenaan in de hoofdklasse. Dus heel belangrijk voor jullie. Ja, dat is hij zeker, ja. Samenvattend, slechte wedstrijden kan je ook winnen. Wel weer 3 punten. Jullie staan op een keurige tweede plek. Ja, ja ik weet niet wat Urk heeft gedaan. Urk heeft gewonnen en die is periodekampioen. Dan blijft dat verschil 4 punten. Maar we lopen goed, we lopen lekker. De punten komen. Dus alles is nog mogelijk. Hartstikke mooi. Bedankt voor je interview en geniet er lekker van. Ja, kom goed, dankjewel. Dankjewel. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.